We staan bij Leo's Winkels van LZ Orchidee, hier in de Trade Fair in Aalsmeer. Het is vandaag de tweede dag. Hoe gaat het met je, Leo? Het gaat heel goed. We hebben lekker aanloop, veel belangstelling. Er worden veel foto's gemaakt van onze mooie producten. En het seizoen gaat net beginnen, dus we zijn er klaar voor. Daar komen jullie heel goed uit dan, hè? Ja, ja. En je vertelde mij net, jullie hebben eigenlijk wel een niche te pakken, vooral met deze plant. Vertel er eens wat over. De Cascade Subidiums. Normaal wordt Subidium is ook een orchideeënsoort. De meeste orchideeënsoorten die hebben graag warmte. De Subidium liever wat koelte. En de meeste Subidiums die worden eigenlijk met rechtopstaande tak geteeld. En wij zoeken eigenlijk alleen de soorten die cascade zijn watervol. Oké, dat is voor mij hartstikke uniek. Het is ook uniek. We zijn de enigste kwekers in Europa. In Europa? Oké, heb je dan niet zoveel last van concurrentie? Begrijp ik dat goed? Nou, het is een heel langdurig proces. De planten voor over 5 jaar bloei, die zijn al in de maak. Oké, hoe lang is dat dan bij jou in de kas? 3 jaar, 3,5 jaar. Wauw, zo. Dat is best lang. Dat is heel lang. Het moet wel wat opbrengen dan, hè? Ja, het moet wat opbrengen. Ja. En daarom staan we hier zo. Ja.